Welkom bij de 14e aflevering van Moordzaken, de podcast. Ja, Carrie, zitten we weer lekker aan de keukentafel. Ja. Deze keer met een Belgisch biertje in ons hand. En dat heeft een reden. Nou, ik heb zelfs een Belgisch... Nee, niet een Belgisch. Bijna Belgisch. Maar net over de grens in Nederland snackje meegenomen. Ja, popcorn. Ja, want we hebben het deze aflevering over de maïsmoord in Gaan. Ja, en de Belgische tintje zit aan het trieste verhaal dat het een Belgische dame betreft die vermoord wordt. In Nederland. In Nederland. Ja, het gaat over het weekend 25 op 26 augustus 2006. En wij zijn al eerder in 2006 geweest met de spiritusmoord. Ja, er zijn van die jaren die steeds terugkomen. Ja, dus met het nieuws heb ik er één overlapping. Maar ik ga hem er toch in gooien, want het is namelijk exact dezelfde week. Sterker nog, 2 dagen voor de maïsmoord. Dus moet je niet zo bedenkelijk kijken. Jullie zien dat niet, maar ik laat me verrassen. Helemaal in paniek, wat is er gebeurd? Ik zal met een ander nieuwsfeitje beginnen. Pluto is namelijk geen gewone planeet meer, maar Pluto gaat nu door het leven als een dwergplaneet. Hebben astronomen op een congres vastgesteld. Nou, dan het herhalende nieuwsfeitje, maar toch nog even noemen waard. 23 augustus, 2 dagen voor de maïsmoord. In Wenen ontsnapt de 18-jarige Natasja Kampusch aan de man die haar 8 jaar lang heeft gekidnapt. Vreselijk verhaal. Ja, dat is haar ontvoerder, hè? Wolfgang Přiklopil. Die hield haar al die tijd gevangen in zijn kelder. En die Priklopil had Kampusch verteld dat hij het huis beveiligd had met explosieven. Dus kon niet ontsnappen. Nou, dat had meer vrijheid toegestaan. Ze kwam nadien in de tuin waar ze klusjes moest opknappen. En op 23 augustus 2006 waren ze samen de auto aan het schoonmaken toen Kampusch wist te ontsnappen. Op het moment dat Priklopil haar de rug toekeerde om zijn mobiele telefoon te beantwoorden. Het lijkt alsof je de hele zaak gaat behandelen, Karin. Ja, bijna wel. Ik vind het ook ongelooflijk. Een heel luguber toestand. Nou ja, en de week daarna was de sterfdag van Steve Irwin. Weet je die nog? 44-jarige Australische dierenkenner, documentairemaker, presentator. Nee? Nou ja, ik ken hem wel, maar hoe liep het ook weer met hem af? Crocodile Hunter werd hij werd genoemd. Werd hij opgegeten? Nee, hij werd wel gedood tijdens het filmen onder water door een pijlstaartrog van 2,5 meter lang. Toe maar, die moet je niet tegenkomen. Nee. Wat ik tegenkwam, Carrie, was een verrassingsbezoek van premier Balkenende. Die ging toen onze jongens in kamp Holland in Afghanistan bezoeken. En uit veiligheidsoverwegingen hadden ze dat bezoek helemaal geheim gehouden. En ineens stond hij daar tussen de troepen in Afghanistan en had de briljante opmerking: aan stof hier geen gebrek. Tjonge. Okay. Nou, je kunt die Balkenende natuurlijk helemaal voorstellen dat hij daar tussen de taskforce in staat. Sportnieuws, Carrie. Ja. Ben je er al aan toe? Ja, 24 jaar na de laatste Europese atletiektitel voor Nederland. Hè, is Bram Som, 13 augustus, een beetje gesmokkeld. Vooruit. Op de 800 meter tijdens het EK Atletiek in Göteborg. En Som is de eerste Nederlandse Europees kampioen sinds Gerard Nijboer in 82. De marathonloper. Ja. Die herinner ik me nog. Ja, mijn oog stuitte op Anky van Grunsven. Op Salinero deed hij de kuur en op de Wereldruiterspelen in Aken won ze de gouden medaille. Maar we kennen natuurlijk Anky allemaal van alle gouden medailles op Olympische Spelen. Daar heeft ze er heel veel van gewonnen. Want zij is bijna de meest succesvolle Olympische sporter in de Nederlandse geschiedenis. Nou, dan wil ik ook even weten wie dan de meest succesvolle is. Ze heeft 9 medailles gewonnen. Wie is de meest succesvolle? En de meest succesvolle, zal je verrassen, is Irene Wüst. Ah, kijk. Maar het mooie van Anky is, zij heeft op 5 verschillende spelen gewonnen. Ja. Ja. Ik ben een fan van Anky. Nou, mooi. Fijn voor Anky. Laten we gaan naar de maïsmoord. Nee, het weer, Carrie. Oh, shit, ja. Ik ga dat deze keer vertellen, want Carrie is dat gewoon vergeten. Ja, sorry. Nou, ik kan zeggen, het was een half tot zwaar bewolkte dag, de 25 augustus. En het was 18, 19 graden. Aardig temperatuurtje. Maar het bijzondere aan die maand augustus in 2006 was dat het de allernatste augustusmaand was ever. Het was een record. Neem aan dat dat alweer achterhaald is. Dat is bijna niet achterhaald. Volgens mij is er daarna pas 1 jaar geweest wat natter geworden is. Maar het bijzondere was dat die maand juli daarvoor was weer een van de warmste juli maanden. Dus het jaar 2006 wordt ook gezien als het jaar van de weerrecords. Ja, dankjewel. Nou, Carrie, muziek. Ja, we hebben hier ook een beetje gesmokkeld. Want we hebben natuurlijk een zaak die een klein Belgisch tintje heeft. En dat wilden we ook laten merken. We hebben het nummer gevonden wat zowel in de Belgische Ultra Top 50 stond als in de Nederlandse hitparade Top 40. Een nummer van Gnarls Barkley. Het toch altijd wel mooie nummer Crazy. Ja, we gaan terug naar 25, 26 augustus 2006, na de maïsmoord. Het gaat hier om de Belgische Marita Schoenmakers, een 51-jarige vrouw uit Turnhout in België. En zij wordt zaterdag 26 augustus doodgevonden in een maïsveld aan de Klozenstraat in Gaan. Ligt in Brabant. Ja, het is ongeveer 25 minuten vanaf haar woonplaats Turnhout, maar dan wel net aan de andere kant van de grens. Marita die ligt dood op haar buik in het maïsveld met 4 snijwonden in de hals. Misschien een klein detail, wordt door 2 jongens gevonden die op weg waren naar de kermis. Dus rond een uur of 9 s'avonds. Ja, de dag erna pas, hè? Ja, de dag erna pas, ja. Nou ja, die rechercheurs die trekken dan haar laatste gangen na. En die komen erachter dat Marita voor de laatst is gesignaleerd op vrijdagavond, 25 augustus, in Café de Pitstop. Net over de grens. Schijnt je daar wel vaker te komen? Kwam ze zeker wel eens vaker. Ja, was een Turnhout. Café de Pitstop, ja. Om een beter plaatje te krijgen. Ik weet niet of je er een beter plaatje van wil krijgen. Nou, het is een bikercafé. Hells Angels café. Destijds aan de Ottenstraat in Turnhout. Officieel heet het zelfs het Zwarte Water. Ja, maar in de volksmond wordt het de Pitstop genoemd. Er zit een SM-kamertje bovenin. Vertel jij dit maar even, Eddie. Ja, er zitten wat kamertjes achterin voor dames van plezier. Het heeft een Nederlandse eigenaar. Jan, zullen we hem voorlopig even noemen. En een Nederlandse barman. En dat is niet onbelangrijk. Freddy, de Nederlandse barman, 26 jaar. Ja, het is dus een bepaald type kroeg in België. Nou, ik weet ook niet hoe laat die kroeg dicht gaat die vrijdag, maar het is in ieder geval een rustige avond. En tegen sluitingstijd zijn alle klanten inmiddels vertrokken. De enige overgeblevenen zijn ene chef, een Mark met een kromme pink, en de vaste klant Marita, die al het borreltje op heeft. Ook wel de vrouw met het hondje genoemd wordt. Ja, die inderdaad met een klein wit hondje inderdaad. En natuurlijk de Nederlandse barman Freddy. Nou, dat hondje wordt volgens mij die avond nog even naar huis gebracht. Hè? Ja. Komt ze weer terug. Chef en Mark met de kromme pink die druipen op een gegeven moment af. En de 51-jarige Marita die blijft met de 25-jarige Freddy barman over. Nou, wat is er vanaf dat moment gebeurd? Waarschijnlijk was Marita al redelijk in de bonen. Zoals die middag om 4 uur... In de bonen, Carrie? Ken je dat niet? In de bonen? Oh. Ja? Nou, ik vind het mooi. Waar houden we erin? In de bonen? In de bonen. Ik dacht in de olie, maar... In de olie? Ja, dat vind ik ook een hele goede. Ja. Ja, in ieder geval, ze was de weg een beetje kwijt. Ze was de weg een beetje kwijt. Nou, ze was die middag om 4 uur al begonnen met haar kroegentocht. En ja, het meest waarschijnlijk is eigenlijk die avond dat de dronken Marita bij Freddy in de auto is gestapt omdat ze weg wil. Geen idee wat ze in Nederland te zoeken heeft, dat is ook onduidelijk. Maar Freddy die is in ieder geval niet van plan haar mee naar huis te nemen. Want thuis wacht José, zijn 32-jarige vriendin. Nou, die ziet hem al aankomen met Marita, dus geen idee hoe dit verder liep, want vanaf hier loopt het spoor letterlijk dood. Nou, de Belgische rechercheurs die doen hun onderzoek. En het duurt even, maar dan komt de politie uit bij Gradus T, zoals de 25-jarige Freddy werkelijk heet. En deze man wordt 30 augustus samen met zijn vriendin José gehoord. Hij zei dat hij die avond al om 11:30 thuis was en zijn vriendin José die bevestigt dit. Dus hij heeft een alibi. Zo hebben ze een alibi. Ja. José die zei ook, dat zei hij tegen mij. Hou je kop. Hou je kop. Anders gaat Benjamin eraan. Benjamin is het 7-jarige zoontje van José. Ja, die politie die voelt het wel aan dat het blijkbaar niet klopt. Want halverwege september wordt Freddy toch opgepakt. En dus barman Freddy, die woont in Gilse overigens. Hè? Dat is niet ver bij Gaan vandaan. En Freddy die bekent dan ook vrij snel dat hij Marita heeft vermoord. Ja, ze zijn nog wel even daarvoor een paar dagen naar Hongarije geweest. En ze kenden Freddy ook pas een paar maanden. Dus het was een vrij prille relatie. En Bij terugkomst, wat Carrie zegt, wordt Freddy in de boeien geslagen. Ja, en hij zit vast in België, niet in Nederland. En hij legt daar wisselende verklaringen af. En in de eerste verklaring dan zegt hij ook dat hij haar naar een ruzie heeft geprobeerd te wurgen. En dat Marita dus buiten kennis raakte. Ze zat toen overigens bij hem in de auto, omdat ze dus die lift naar Nederland wilde. En Marita die was vervelend, die was dronken, luidruchtig, hangerig. Ze zouden ruzie gekregen kunnen hebben. Ja, een dronken vrouw is een engel in bed. Ging hier niet echt goed op. Ze bleef maar doordrammen. En ik wil dat ze ophield, vertelt Freddy dan tegen die Belgische rechercheurs. Want die dronken Marita die zat hem dus eigenlijk te sarren. Wat ik zei ook al, hij kon hem moeilijk mee naar huis nemen, want dan wachtte zijn vriendin José al. Dus hij heeft haar keel dichtgeknepen. En waarschijnlijk is ze toen in die auto al overleden. Lada, overigens. Ja, wordt bewusteloos geraakt. Ja. Dat weten we niet precies. Dat weten we niet, ja. Misschien moeten we even naar Marita dan om te kijken. Een 51-jarige vrouw uit België. Ja, Marita die was getrouwd met Jan. Ze woonden samen in Turnhout. En hij moest die avond langer werken, dus hij was er niet bij. Hij probeerde haar ook te bellen. Ze kon toen alleen maar zeggen, Jan, ik zie het niet meer zitten. Hij vond het trouwens een hele fijne vrouw, zielsgelukkig. Ze genoten van het leven. Ze reisden samen met hun mobile camper naar Zuid-Frankrijk. Ze hielden af en toe van een borreltje, een drankje. Jan gaf wel aan dat als Marita een wijntje te veel op had gedronken, dat ze een tikje agressief kon worden. Dus dat was wel een eigenschap van haar. Nou, ik begreep wel dat ze een bekende verschijning was in Turnhout. Ja. Maar inderdaad, een vriendin van haar had ook verteld, een lieve vrouw waar je goed mee kan praten als ze nuchter is. Maar als ze dronken was, dan leek ze heel iemand anders. Ja, dan bleef ze de mensen maar uitdagen. Dus ik denk ook zo deze bewuste vrijdagavond. En blijkbaar was barman Freddy die avond het bokje. En dat is hem niet onbekend, want dat was hij namelijk wel vaker. Want wie is Freddy? Wie is Freddy? Nou, Freddy heeft eigenlijk wel een heel verhaal aan zich kleven. Als kind is hij jarenlang misbruikt. En Freddy is ooit van Hilversum naar Rijen verhuisd, volgens mij toen hij 5 jaar was. En zijn ouders, 2 zussen heeft hij ook. Ja. 2 zussen. En uiteindelijk eindigt hij dan in Rijen als een stille, teruggetrokken, niet al te intelligente jongen, die eigenlijk een ideaal slachtoffer is voor allerlei pesterijen in het dorp. Ja, en het houdt niet alleen op bij jongens van leeftijd hè, die hem pesten. Want op zaterdagen maakt Freddy schoon hè, in het bedrijf van de Rijnse zakenman Jos. En deze Jos die zal hem in zijn bedrijf vanaf zijn 8e tot zijn 16e seksueel misbruiken. Dus tot 1997. Ja, en hoe vaak dat gebeurd is en hoe ver dat ging, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Nu is het wel zo dat deze Jos W. uiteindelijk in 2001 een rechtszaak aan zijn broek kreeg. Daar kwamen allerlei verklaringen boven. De officier van justitie vond het niet allemaal even bewijsbaar en betrouwbaar. Vond ook dat Freddy soms loog. En uiteindelijk betekende het dat Jos voor korte tijd veroordeeld werd. Nou, volgens mij is er iets gebeurd. Nou, er is Freddy heeft namelijk dat misbruik een paar jaar later opgebiecht aan zijn familie. En die flipte natuurlijk. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben met het hele gezin Jos aangevallen. En zijn moeder spande de kroon. Die heeft namelijk Jos met een mes in zijn rug gestoken. Dus al die gezinsleden zouden er later met werkstraf vanaf komen. Nou, Freddy die komt er behalve met de werkstraf waarschijnlijk ook met een psychisch trauma af. Dus Freddy heeft inderdaad een heel verleden. En hij zit er vast in België. En in zijn eerste verklaring, dus wat we net over hadden, vertelt hij dus schuldig te zijn. Op aanraden van zijn Belgische advocaat destijds. Ja, want die geeft aan dat de kans vergroot dat hij uitgeleverd wordt aan Nederland. En hij wil natuurlijk gewoon terug naar zijn Nederlandse roots. Ja, begrijpelijk, ja. Nou, Freddy zou na die ruzie in de auto Marita bewusteloos achtergelaten hebben in het maïsveld aan de Klozenstraat in Gaan. Hij is daarna naar de woning van zijn 32-jarige vriendin José in Rijen gereden en is vervolgens samen met José weer teruggereden naar Gaan. Dit is allemaal midden in de nacht. En daar is hij dus met een mes het maïsveld ingelopen en heeft hij Marita met het meegenomen mes de keel doorgesneden. Ja, dan denk ik, niet zo handig eigenlijk hè, om José, zijn toenmalige vriendin, erbij te betrekken. Waarom gaat hij dan haar halen en komt hij weer terug? Of hij had al het idee dat hij daarmee misschien de beschuldiging op iemand anders kon leggen. Nou, dat gebeurt inderdaad ook, want in september wisselt Freddy zijn verklaring. Hij zegt nu onschuldig te zijn aan de maïsmoord, maar hij zegt wel dat hij lichaam in het maïsveld gedumpt heeft. Maar hij heeft het niet gedaan. Sterker nog, hij weet wie het wel gedaan heeft. En hij wijst een andere dader aan die het gedaan zou hebben. Hij komt op de proppen met John. Dan is natuurlijk de vraag, wie is John? En de politie probeert natuurlijk ook John te vinden. Ja. Maar het blijkt een redelijk mysterieuze John te zijn. Ja, hij had wel verteld, hè, want José en hij hadden die nacht afgesproken met John bij het maïsveld. Want Freddy die kreeg namelijk nog geld van John. En José zelfs ook nog een beetje. Ja, die had allebei geld aan hem geleend. Het was een man in het criminele circuit. En het komt er eigenlijk een beetje op neer dat John de figuur was die Freddy eigenlijk wilde zijn. Ja, hij toont de regisseurs hoe John Marita zou hebben gestoken. Hè? Dus ze hebben een reconstructie gemaakt. En dan heeft Freddy dus inderdaad bij die reconstructie laten zien hoe John het heeft gedaan. Ja, hij gaat met beide benen om het lichaam staan. En hij trekt met zijn hand aan het haar het hoofd omhoog. En snijdt dan met zijn rechterhand de nek door. En dat doet hij expres, want hij zou zelf linkshandig zijn. Ja, nou, de politie die wordt met deze Johnny goed om de tuin geleid. Want op een gegeven moment menen de regisseurs wel te denken wie Freddy bedoelt. Ene John J. John Jansen. Ja, gelieerd aan de Juliette-bende. Ja, die is niet onbekend. Hè? Er is zelfs een documentaire over deze man gemaakt. Maar die komt nog het meest overeen inderdaad. Maar één klein detail, dat hebben ze even over het hoofd gezien. Deze John, die zat toen nog in de gevangenis. Dus dat was niet handig van onze Freddy T. om die erbij te betrekken. Ken je dat liedje van Elde Barge? Who's Johnny, she said. Nou, dat vraagt iedereen zich hier ook af. Daar moet Carrie dus aan denken. Die legt altijd weer een liedje naar muziekje. Hoe is Johnny? Nou, Freddy die heeft dus inderdaad een alter ego verzonnen. Ene John. Dat hebben we allemaal wel eens gedaan, denk ik, hè, toen we jong waren. Nou, jij misschien vaker dan ik, Carrie. Heren van een fantasievriendje. Ja. Fantasievriendjes. Ja, nou, zo hoor je nog eens wat van Carrie. Nou, het is alleen onduidelijk of Freddy dus in deze fantasiefiguur geloofde, of hij dat deze John bewust gecreëerd heeft, hè, om zijn straf te willen ontlopen. Nou, hij komt er niet meer weg. Nee, en het kost de politie dan ook echt alle tevergeefse moeite, hè, om hem op het spoor te komen. Want John blijkt er gewoon weg niet te bestaan. Non-existing person. Ja, en dan. Freddy zit intussen van september tot januari vast in die Belgische cel. In januari maakt hij de overstap naar Nederland. José komt hem regelmatig opzoeken, ook al in de Belgische baaiers. Fred moet zijn lieve brieven aan hem schrijven, om duidelijk te maken dat de relatie eigenlijk nog helemaal top is. Ze krijgt ook nog wat signalen om zich koest te houden. Zoals bijvoorbeeld een brief van John dat hij niet kan komen, want die zou in Roemenië zitten. Er komt ook nog een man aan de deur. Die komt even informeren hoe het met haar zoon Benjamin is. Dat is toevallig een Roemeen die tegelijkertijd met Freddy in een Belgische gevangenis zat. Ja, je begrijpt, die José die begint zich steeds ongemakkelijker te voelen. En zegt op een gegeven moment tegen Freddy, ik kap ermee. Ja, en terecht. Ja. Ze gaat een eind maken aan hun relatie. Had ze beter niet kunnen doen. Want het antwoord van Freddy komt meteen. Vanaf dat moment zegt Freddy aan de regisseurs dat José de moord heeft gepleegd. En dat het moordwapen bij haar in de slaapkamer zou liggen. Ja. Ik hoorde ook nog, Carrie, dat ze de naam van de nieuwe vriend op de lijf had getatoeëerd en dat hij dat ook niet grappig vond. Nou, dat kan ik me ook voorstellen. Maar het is in ieder geval op dat moment helemaal bonje tussen die twee. En alle vingertjes wijzen in één keer naar José. Ja, want hij zegt, hè, Freddy, dat hij José die nacht had opgehaald en meegenomen had naar die plaats waar hij de Belgische Marita had achtergelaten. En José die zou dan controleren of Marita daadwerkelijk dood was. Nou, Freddy die zei dat hij niet heeft gezien dat José de keel van Marita heeft doorgesneden, maar dat hij ervan uitgaat dat zij dat heeft gedaan. Ondertussen gaat de politie natuurlijk huiszoeking doen. En inderdaad, het schoongemaakte mes ligt in de kast bij José. Die natuurlijk zegt, ja, dat zal iemand van zijn vrienden of van zijn familie gedaan moeten hebben. Ja, het is wel een doorbraak in de zaak inderdaad, ja. Absoluut. Het bevat DNA van Marita. Dus hoe goed ze schoongemaakt hebben, het DNA zit er nog op. José zit dan ook vast en José vertelt de politie dan het ware verhaal. En dat klinkt natuurlijk zeer logisch en overtuigend. José die was de hele avond, die 25e, al vanaf haar huis Freddy aan het bellen. Alleen Freddy had geen beltegoed meer. Die heeft pas midden de nacht, een uurtje of 3, heeft hij José teruggebeld. Hij had eerst nog bij een tankstation nieuw beltegoed gehaald en een gehaktstaaf gekocht. Okay. Dat is heerlijk, Carrie, een gehaktstaaf. Dat is een beetje frikandel plus is dat. Nog beter. Maar een gehaktstaaf, midden in de nacht. Oké. Nou goed, aan de telefoon laat hij José weten dat hij haar gaat ophalen. En niet omdat er een vrouw in het maïsveld ligt. Nee, omdat hij had afgesproken met John. Want daar kreeg hij inderdaad nog geld van. José had John nog nooit ontmoet, dus die stemde in. Ondanks dat ze haar zoontje van 7 thuis had liggen te slapen. En samen rijden ze dus naar die Klozenstraat. Ze stoppen bij het maïsveld waar Freddy het mais in loopt. En José die volgt hem niet, maar die hoort een raar geluid, verklaart ze. Ja. Het snijden van een mes in vlees, ja. Vreselijk geluid. Ja, Freddy komt even later terug en laat José dan ook het mes zien, hè, waar hij net mee gesneden heeft. En daar zitten inderdaad nog stukjes spierweefsel aan het mes. Maar hij zegt, de zooi zit er nog aan. Ja. Nou, in beetje luguber. Ja, met inderdaad zijn rechterhand, terwijl hij links is, voegt hij eraan toe. Ze zijn met z'n tweeën weer teruggereden naar Gilse. En je kan je voorstellen, José is natuurlijk helemaal in shock, doodsbang. En die moest inderdaad haar mond houden, anders zou er iets met Benjamin, haar zoontje, gebeuren. Ze heeft dus eerst gelogen uit angst voor die bedreigingen. En het enige dat haar eigenlijk te verwijten is, is dat ze niet meteen de waarheid heeft verteld. Maar ruim een half jaar gewacht heeft. Gelukkig neemt ze een bekende en goede advocaat in de arm. Willem-Jan Ausma. Ook bekend van eerdere zaken die we besproken hebben. De Utrechtse trapmoord. Denk bijvoorbeeld aan de trapmoord. Nou ben ik erachter gekomen, Carrie. Deze Willem-Jan Ausma is de neef van Hans Klok. Ik moest ook serieus een beetje lachen, Carrie. En ze lijken op elkaar. Ze lijken op elkaar. Je begrijpt het als je het ziet, zou Cruijff zeggen. Ik zeg even op Instagram kijken straks. Ja, dus de neef van Hans Klok, zijnde Willem-Jan Ausma, doet de verdediging van José. En hij probeert haar in afwachting van het proces eigenlijk zo snel mogelijk vrij te krijgen. Dat gaat alleen lastig, want de officier van justitie wil eigenlijk eerst nog onderzoek laten doen door het Pieter Baan Centrum en wil dan ook kijken naar de interactie tussen Freddy en José. Nou, op een of andere manier... Ja, willen zien hoe ze op elkaar reageren. Ja, nou, Freddy weigert mee te werken aan dat onderzoek. Dus ja, en het kan dus ook alleen... dus niet op. Het kan alleen als José nog gevangen zit, kan het onderzoek plaatsvinden. Daarom moet ze dus vast blijven. Ja, dat is natuurlijk vreselijk voor haar, want ze heeft natuurlijk dat jonge kindje thuis zitten. Ja. Haar leven is verwoest, zal ze zeggen. Ze is natuurlijk bang dat ze alles kwijtraakt. Ze heeft er natuurlijk wel een beetje zelf naar gemaakt, door in beginsel, zoals Carrie zegt, toch niet de waarheid te spreken. Ja, goed, als je bedreigd wordt, er zit nog wat in. Maar zij blijft inderdaad vastzitten. En tijdens de hechtenis van Freddy, die wordt ernstig ziek. Hè? Die heeft een darmaandoening. Ik heb zelfs gelezen darmkanker. Valt in ieder geval kilo's af. En die ligt nog tijdens zijn gevangenschap ook een tijdje in het ziekenhuis. Volgens mij zelfs nog in december als het proces begint. Half december 2007. En dan is een heel opmerkelijk feitje. Ja, de inhoudelijke behandeling zou beginnen, maar die wordt onverwacht uitgesteld. Want het bekende blad Panorama publiceert over deze zaak. En 1 dag voor de zitting meldt zich een gedetineerde die met Freddy in de gevangenis heeft gezeten. En die zegt, Freddy heeft aan mij de moord bekend. Nou, dat hebben we ook vaker gehoord, Carrie. Ja, maar gedetineerde dit is wel een geloofwaardige getuige, schijnbaar. Nou, uiteindelijk wordt er ook nog naar getuigendeskundige geluisterd. En die zegt dat dit een betrouwbare getuigenis kan zijn. Nou ja, hoe dan ook, het proces, de volgende zitting is pas in februari. Hè? Dus José blijft ook nog langer vastzitten. Ja, ze gaan het eerst onderzoeken. En pas later volgt dan de zitting. Ja, dan zitten we in 2008. Mei 2008 in de rechtbank. Nou, Freddy die heeft de schuld inmiddels dus in José's schoenen geschoven. José beweert dat Freddy de moord heeft gepleegd. Ze zijn samen in ieder geval naar het maïsveld gegaan, waar Freddy dan de moord op Marita heeft gepleegd. Want er zijn natuurlijk een aantal bewijzen dat José niet de dader is. Hè, José die heeft eigenlijk altijd vanaf maart 2007 consistent verklaard. Hè? Wel dat ze op de plaats delict is geweest, maar dat ze het niet heeft gedaan. En dat is dan ook te bewijzen, haar verklaring, door haar gepleegde sms- en telefoonverkeer hè, van het weekend. Dat klopt allemaal tussen haar en Freddy. Ze hebben zelfs een gesprek gehad van 17 minuten... en daarna hebben ze allebei hun telefoon bewust uitgezet. Heeft zij ook verklaard. En zij zegt ook nog dat Freddy het lampje van de binnenverlichting van de auto heeft verwijderd... waar ze samen mee hebben teruggereden naar Gaan. En dat klopt, want inderdaad daadwerkelijk ontbreekt dat lampje in die betreffende auto. Dat is die bekende Lada. Ja, dus waarschijnlijk om niet gezien... maar waarom zou je een binnenlampje van de auto demonteren? Om niet gezien te worden als je s'nachts door het rond... Dan heb je dat binnenlampje toch gewoon ook uit? Ik weet het niet. Ja. Maar het is ook nog wel bijzonder, want het is José die uiteindelijk een dag later... die Lada naar de sloperij brengt. Want de Lada wordt vrij snel afgevoerd... als toch wellicht een element wat sporen zou kunnen bevatten. Ja. Ja, blijkbaar zijn ze ook een man met honden tegengekomen die avond. Hè? Dat wordt ook door getuigenverklaringen bevestigd. En dat heeft José ook verteld. En ook over dat mes inderdaad waar Freddy mee gesneden heeft. Dat heeft ze ook allemaal verteld. En dat klopt volgens een deskundige ook. Dat als je inderdaad in de hals snijdt... dat er inderdaad van die vetvlartjes en een stukje spierweefsel achterblijven. Ja, er is nog wel wat twijfel over het feit dat er zo beperkt bloed gevonden is. En de verdediging die maakt gebruik van, en Carrie die ken je ook... Selma en Richard Eikelenboom wordt gevraagd... Ja, die ging naar Amerika, toch? Ja, ja. Die wordt gevraagd iets op papier te schrijven daarover... dan wordt dat afgewezen omdat ze niet erkend patholoog zijn. En wij weten ondertussen dat Selma en Richard verhuisd zijn naar Amerika. Ik weet niet of dat toen al zo was. Maar het gevolg is dat het oordeel van de rechtbank... Maar nog even over José, want dit vind ik namelijk het allergrootste bewijs... dat zij het ook niet gedaan heeft. Op de plaats delict zijn natuurlijk schoensporen gevonden heel van Freddy. Heel belangrijk, Carrie. En geen sporen die matchen met schoenen of voeten van José. En dan heeft Freddy nog geopperd... dat zij de schoenen aangetrokken hebben? Ja, dat José dan dus de schoenen heeft aangetrokken van Freddy. Nou ja, hoe ver kun je dan gaan, toch? Nou, José zei wel dat ze spiksplinternieuwe Nikes had... die ze niet vies wilde maken in het maisveld. Ja, nou, een dag later in de rechtbank komt Freddy nog met een nieuwe verklaring op de prop. Hè? Nu beweert hij dat Marita in zijn auto niet lekker was geworden en was overleden. Onderweg hadden ze dus wel die ruzie gekregen... en hij had haar de auto uitgezet... en toen ze weer instapte was ze volgens hem onwel geworden... En hij zei dat hij dacht dat ze dood was... en liet haar dus in het maïsveld achter. Ja, het zijn natuurlijk een hoop fantasieën bij elkaar. De rechtbank die gelooft daar niets van... en oordeelt uiteindelijk dat Freddy diverse momenten heeft gehad... om zich te bedenken. Want er wordt natuurlijk gezegd, is het voorbedacht te raden... of is het geen voorbedacht te raden... En uiteindelijk zijn de verklaringen zo wisselend. Uiteindelijk... het is zeer slecht. Het is absoluut voorbedacht te raden. Ik bedoel, als jij teruggaat om een mes te halen en weer terugkomt... dan heb jij dus alle tijd gehad om toch wel even te bedenken... dat dit heel erg voorbedacht is. Precies. Ja. Nou, die verdediging... die zegt dat de juiste doodsoorzaak van Marita niet bekend is... Want die deskundigen die hebben daar geen opheldering over gebracht. Hè? Dus de deskundige die heeft verklaard dat Marita is overleden door mazaal bloedverlies. Hè, door het snijden in de hals. Maar volgens die advocaat van Freddy klopt dat niet. Inderdaad, omdat op plaatsdelict niet zoveel bloed is aangetroffen. Nou, de advocaat is overigens Serge Wening uit Maastricht. En ja, hij zegt eigenlijk dus aan die bekentenis van Freddy moet je geen waarde hechten... Want dat heeft hij dus gedaan omdat hij naar Nederland terug wilde. En wat Carrie zegt, de bloedsporen die zijn er niet. Eigenlijk vindt hij gewoon dat Freddy moet vrijgesproken worden. Ja, hij is ook beperkt. Hè? Beperkte verstandelijke vermogens ook. En dat jaren seksueel misbruiken wat hij doorgemaakt heeft. Dus dat is ook waarschijnlijk een rol die gespeeld heeft bij die ruzie... die aan de moord op Marita vooraf ging... Zij scheen hem namelijk gezard te hebben, gepest te hebben met dat seksueel misbruik in die auto. En volgens die advocaat, die zegt dat er niet uitgesloten kan worden... dat bij Freddy een psychische stoornis een rol heeft gespeeld. Alleen Freddy, die weigert zich te laten onderzoeken. Heb je een probleem? Ja, en wat natuurlijk voor Freddy ook niet geholpen heeft... zijn de DNA-sporen van Marita op het mes. En uiteindelijk zegt Freddy zelf tegen de politie... Ik begrijp dat door mijn leugens niemand mij meer wil geloven. Ja, hij is gewoon helemaal verstrikt geraakt in zijn eigen fantasieën over wie het gedaan zou kunnen hebben. Het helpt hem in ieder geval niet. En het betekent dan ook dat de rechter daar niet in meegaat. Het niet willen laten onderzoeken helpt niet. En dat betekent dat de rechtbank uiteindelijk uitspraak doet. En er was 24 jaar geëist, maar er wordt uiteindelijk een veroordeling uitgesproken voor 18 jaar gevangenisstraf. Ja. Er wordt gezegd een lange straf, want ja, hij wil zich niet laten onderzoeken, dus geen TBS. Maar hij is een gevaar voor de samenleving, dus ze willen hem lang genoeg achter de tralies stoppen. En José? José ondertussen, die was al een paar maandjes vrij, maar wordt op dat moment volledig vrijgesproken. Er wordt zelfs vrijspraak geëist. Ja, voor haar natuurlijk een enorme opluchting. Ja, dat was natuurlijk helemaal geen bewijs tegen haar verder. Hè? Ja, ze heeft wel bijna een jaar vastgezeten. Ja, waarvan dus die 7 weken ook nog in het Pieter Baan Centrum. Ja, dus ze heeft echt wel een vreselijke tijd gehad. Ze gaat ook nog procedures starten voor schadevergoeding. Wij weten ondertussen dat het gaat om €80 per dag voor dagen dat je gevangen hebt gezeten. Maar gelukkig, José wordt vrijgesproken, maar Freddy een hoger beroep natuurlijk, toch? Gaat direct in een hoger beroep. Een jaar later, ja. Ja, nou, waar dan naar gekeken wordt... ik moet zeggen, ik vind niet dat de verdediging heel veel nieuwe dingen aanbrengt. Ik zie wel dan dat er een dubbelrapportage op enig moment geweest is... waarbij Freddy een milde persoonlijkheidsstoornis wordt meegegeven... met narcistische en antisociale kenmerken. Nou, dat betekent grootse verhalen, fantasieën, gebrek aan empathie... en het antisociale. Hij houdt zich niet aan de normen en waarden en is egoïstisch... er wordt op dat moment die 18 jaar geëist die hij in eerste aanleg heeft gekregen. Er wordt nog gezegd, ja, hij heeft in de gevangenis ook nog moeten revalideren van zijn ziekte. De darmaandoening. Er wordt nog gekeken of dat misschien kan leiden tot strafmatiging. De uitspraak is uiteindelijk 16 jaar. En dat verklaart de rechtbank door te zeggen dat dat eigenlijk een passende straf is. Ja, dat is twee jaar minder dan hij eerst had gekregen. Ja. Ja, en die echtgenoot van Marita, die natuurlijk achterblijft, die is onthutst. Hè? 16 jaar vindt hij natuurlijk helemaal niets. Die vindt natuurlijk dat de dader levenslang had moeten krijgen. En die zegt ook nog dat hij een tijd lang verdachte was. Hè? Helemaal in het begin werd ook de man van Marita verdacht. Hebben ze zelfs nog de stoelen van zijn auto stuk gesneden. Voor DNA-onderzoek, en dat heb ik ook gezien. Maar hij heeft natuurlijk wel een punt, want 16 jaar betekent nog steeds in Nederland... dat je na 2/3 daarvan vrijgelaten wordt... Dat betekent dat Freddy uiteindelijk medio 2017 weer op vrije voeten gekomen is. Hij zat sinds 2006 vast en dan had mei 2017 weer vrij. Ja. Nou, hoe is het nu met Freddy? Nou, Carrie, heb je even. Over Freddy valt nog wel het een en ander te vertellen. Ja, hij is nu inmiddels 39 of 40 jaar. Nou, hij kwam in ieder geval in 2017 op vrije voeten en het ging al snel mis met hem. In 2018 wordt er door de politie... een enorm drugslab ontdekt aan de Vincent van Goghstraat in Rijen. Dat is onder de garage van Freddy, Freddy's garage. En daar worden onder andere amfetamine gevonden. Ik heb er filmpjes van gezien, Carrie. Het is een mega kelder met allemaal chemicaliën waar allemaal pillen en ellende van gemaakt kunnen worden. Nou, dan moet je nog denken, hè, dat tot ver in de omtrek kun je dat ruiken. Hè? De enorme stank. Ja, hij wordt ook en vuurwapens gesnapt. Lagen er ook, ja. Lage vuurwapens, 52 liter aan ellende en een straatwaarde van bijna 9 miljoen. Hij geeft zelf trouwens aan dat hij door criminelen bedreigd is, hè, om dat lab te starten. Ja, ze hadden zelfs iets met een mes in zijn been gekerfd, zegt hij. Ja. Hij zou dus onschuldig zijn. Nou, uiteindelijk gaat de politie daar niet in mee. En ze vinden op dat terrein ook nog allerlei drugsafval. Ze krijgen toch de indruk dat dat drugslab al een tijdje bestond. En uiteindelijk is het zo dat ergens medio 2018 wordt de hele boel daar leeggetrokken. Freddy moet uiteraard ook hiervoor weer bij de rechtbank verschijnen. De officier van justitie gelooft weinig van zijn verhalen... als dat hij afgeperst en bedreigd zou worden... Uiteindelijk is het zo dat ze natuurlijk ook nog bedenken dat hij eigenlijk vervroegd was vrijgelaten voor de maïsmoord. En uiteindelijk wordt Freddy voor 7,5 jaar veroordeeld. Zijn vader daarentegen komt vrij goed weg, omdat ook zijn DNA niet in het lab is gevonden, dat van Freddy wel. Dus... moet ik zeggen, dat drugslab dat runde hij samen met zijn vader. Dat denken we wel. Ja. En ik denk als we dan even gaan rekenen dat Freddy op dit moment nog in de gevangenis zit. 7,5 jaar, nou, absoluut. Ik weet niet of hij dan weer vervroegd... Nou, stel je voor, dan zou het nog 5 jaar zijn. Dus hij zit zeker nog vast. Ja. Hoe is het dan met zijn ex, José? Heb ik ook nog iets van kunnen vinden. En José, die is weer gelukkig in de liefde. Dat is goed om te horen. Heel goed om te horen. Alleen, heel veel minder leuk verhaal voor José. Ja, soms denk ik wel eens mensen die zijn echt... die hebben gewoon all the bad luck in the world. José, haar zoon Benjamin, die destijds 7 was... die is 2 jaar geleden omgekomen bij een ongeluk op een Amsterdamse bouwplaats. Dat meen je niet. Ja, dus overleden op 19-jarige leeftijd. Jeetje, hoe dramatisch kan het voor sommige mensen zijn in het leven? Nou, echt, ja... Ja, Eddie? Nou, het is natuurlijk een hele trieste zaak. Maar wat mij wel opvalt, Carrie, die omgeving... en dat is een beetje de grensomgeving. En in dit geval de plaatsen, Gilse en Rijen en ook Gaan. Rond Breda en Turnhout net over de grens. Ik wil niet stigmatiseren, maar er wordt in Brabant toch heel veel aan drugs, teelt, et cetera, gedaan... En hoe heftig is het als je in zo'n omgeving zit... dan is het ook best wel lastig om daar uit te komen, denk ik. Dat denk ik ook, maar dat is nog geen reden om iemand de hals door te snijden. Nee, maar het is natuurlijk wel lastig als je op... Ik wil niks goed praten, maar als je op jonge leeftijd... word je al heftig seksueel misbruikt. Vervolgens zit je ook nog in een scene die... niet makkelijk is, eigenlijk dingen doet die het daglicht niet kunnen verdragen. Ja, dan ben je eigenlijk voor je hele leven ben je beschadigd. En ja, hij blijkt er ook, Freddy in dit geval, ook helemaal niet meer afstand van te kunnen nemen. Nee, nou, ik heb nog een paar andere zaken die mij dwars zitten. Überhaupt, waarom heeft hij Marita die avond meegenomen? Hè? Ik neem aan dat hij als barman naar huis moet rijden die avond redelijk nuchter was... Dus wat moet jij dan met een 25-jarige oudere dronken vrouw in je auto? En wanneer heeft hij haar vermoord? Dat zou best nog wel in het café kunnen zijn geweest. Dat weten we ook niet. En mijn hamvraag is eigenlijk... waarom heeft hij José gebeld en haar mee teruggenomen naar het plaatsdelict? Want ik denk niet dat hij zo slim was om dat te doen... om haar na de hand de schuld in de schoenen te schuiven. Dus waarom zou hij dat hebben gedaan? Nou, ik denk dat hij op een of andere manier... dat er een klein steekje losgegaan is bij hem. Dat hij ruzie heeft gekregen met Marita. Bijvoorbeeld omdat Marita in haar dronkenschap... Freddy confronteerde met al zijn ellende in zijn jeugd. Of daar iets van gezegd heeft. Of hele scherpe opmerkingen heeft gemaakt. Ja, maar dat begrijp ik ook nog. Maar ik bedoel, dat hij haar gewurgd heeft... Nou, ik begrijp het niet, maar... Goed, waarom is hij weer naar José toegegaan? Waarom heeft hij haar erbij gehaald? Nou, wat is daar de reden van? Nou, ik denk niet dat hij het helemaal met voorbedachte raden had gedaan. Ik denk dat het inderdaad misschien vanuit een ruzie ontstaan is. Ja, en hij heeft gewoon gedacht van, hoe moet dit verder? Misschien had hij toch het idee dat als hij ergens Marita zou dumpen... in dit geval het maïsveld... dat ze misschien de volgende dag wakker zou worden... en dat ze niet dood was. En dat... Ja, dat begrijp ik ook nog, maar waarom gaat hij José erbij halen? Nou ja, kijk, als hij José er niet bij zou halen... dan zou José natuurlijk, die al ik weet niet hoe vaak geprobeerd had te bellen die avond... natuurlijk ook denken van, waar is mijn Freddy? Ja, maar nu weet ze helemaal dat hij haar vermoord heeft. Zij heeft zelfs het mes nog laten zien. Dus daar kom ik dus niet uit. Dat vind ik nog echt nog een dingetje. Nou, en, dat is terecht. Ja, en wat het tweede ding is inderdaad dat opmerkelijke weinige bloed op de plaats ligt... toen hij terugkeerde bij de auto. Normaal als iemand de hals doorsnijdt, gruwelijk verhaal... maar het spuit daadwerkelijk uit... En hij had verder geen bloed of iets. Dus... Er blijven nog absoluut... Er blijven vragen hier. Vragen over. Een trieste geschiedenis dit. Wij hopen dat jullie weer met plezier geluisterd hebben. En wil je meer van ons weten? Volg ons dan op Instagram of Twitter. Moordzaken, de podcast.